Links. Hij lijkt al helemaal thuis in Nijmegen. Rogier Meijer is trainer van de A1 in de voetbalacademie van NEC. Ja, ik heb het heel goed naar de zin. We zijn nu een goede 5 weken bezig en ik voel me prima thuis. Fijne club. Ik denk wel vergelijkbaar met de Graafschap. Ook een volksclub en het leeft hier ook. En bij de jeugdopleiding is een prima organisatie. En ik voel me hartstikke goed thuis. De verwachting was dat Meijer eeuwig Graafschapper zou blijven. Maar het liep anders. Ik heb natuurlijk heel lang bij de Graafschap gezeten. Dus daar was voor mij eigenlijk alles bekend. En was een beetje een gewoonte geworden soms. Ja, regelen. Deze drie op lijn. Rogier Meijer had al vroeg het plan om trainer te worden. De meeste mensen kennen me wel als voetballer. Ik was natuurlijk niet iemand die uitblonk in techniek en dat soort dingen. Maar wel met het team neerzetten. Ja. En daar had ik al wel snel in de gaten van misschien wil ik daar wel mee verder. En gaandeweg mijn voetbal heb ik ook mijn trainersdiploma's gehaald. En uiteindelijk zo doorgestroomd. Voorlopig werkt hij met de jeugd. Maar uiteindelijk wil hij hoofdtrainer worden in het betaald voetbal. En wie weet toch ooit bij de Graafschap. Want het superboerengevoel verdwijnt nooit. Dat zit natuurlijk wel in het hart. Dat zal er ook nooit uitgaan. Het eerste wat ik doe s'avonds is kijken naar de uitslag of bij de wedstrijd zijn. Maar ik wil me ontwikkelen als trainer. En dat doe ik door hier... door hier de kans te pakken die ik heb gekregen. En we zullen zien waar ons dat brengt.